Hoe blijf ik verbonden? Nederland sloeg massaal aan het thuiswerken bij de uitbraak van het coronavirus. En in het begin leek die overgang ook heel soepel te verlopen. Maar nu de crisis langer aanhoudt, beginnen we onze collega's te missen en die slappe koffie uit de automaat. Hoe de ANWB nu tegen thuiswerken aankijkt, dat ga ik horen van Jan-Jaap Krijtenburg. Onze materialen daar, laptops en toegang, zeg maar, dat was goed geregeld. Je kon thuiswerken. Het is toch wel een cultuur die hier was van op kantoor, op de werkplek gebeurt het. Dus het was een uitzondering. We gingen mee in iets wat je in Nederland al veel meer zag. Dus de ANWB liep daar wat achter. We hebben in één keer het been daar wat mij betreft in bijgetrokken. Maar je ziet ook bij een paar andere zaken waar we als organisatie mee bezig zijn. Een nieuwe vorm van performance management. Afstappen van de vaste lijnen, plannen, coachen, beoordelen. Veel meer uit continu gesprek. Dat gaat nu ook veel makkelijker. Je moet vertrouwen geven. Oké, er is een Teams. Mogelijk andere middelen nog, maar dat weegt niet op, zeg maar, tegen elkaar fysiek live treffen. En we zeggen, zoek elkaar op voor, kom naar kantoor. Op het moment dat je echt elkaars creativiteit nodig hebt, maak een bewuste keuze of je naar je werk gaat of niet. En stimuleer elkaar daar ook in. We willen naar een soort van hybride vorm van samenwerken toe, waarin thuiswerken blijft. Dankzij de crisis heeft de ANWB het thuiswerken ontdekt. En dat wil ze vasthouden, ook na de crisis. Maar dan wel in een hybride vorm, want contact met collega's is toch lastig digitaal. En als je in een auto werkt, zoals waar ik nu in zit, dan is thuiswerken helemaal geen optie. Dus is het nu de nieuwe standaard of toch eerder een hype? Dat is de crisiskraker. Hoe blijf ik verbonden?